Hoe oud bent u? 66 en over een maandje 67. En u werkt nog? Ik ben weer begonnen. Het komt steeds vaker voor ouderen die op pensioengerechtigde leeftijd gewoon werken. Ze moeten wel, want ook in deze kabinetsplannen wordt er bezuinigd op de AOW. En dan blijft er voor sommigen weinig over. Goedemorgen. Had ik dat dus een aantal jaren geleden geweten, dan had ik misschien gezorgd voor een wat groter spaarpotje. Ja, we zien de afgelopen jaren is die stijgende lijn eigenlijk al ingezet. De babyboom generatie verlaat de arbeidsmarkt. En die groep staat erom bekend dat ze heel actief zijn. Dus dat is ook de groep die zelf op zoek gaat naar wegen om toch aan het werk te blijven. Ja, je moet creatief zijn. Daar hebben ook jonge gezinnen mee te maken. Zo bezuinigt het kabinet onder meer op de kinderbijslag. Ja, ik ga dat wel merken. Als je het niet zo heel breed hebt, dat het dan nog moeilijker wordt. Maar het is natuurlijk wel zo dat de opvang ook steeds duurder wordt. Dus dat je daar ook voor oplossingen moet gaan. Hoe los je dat op? Nu op dit moment zijn we blij dat we ook een beroep kunnen doen op de oma's. Maar sommige opa's en oma's kiezen dus weer noodgedwongen voor de arbeidsmarkt. Zoals Tom, die nu bij een chemisch bedrijf vrachtwagenchauffeurs begeleidt. Het is ook de gelegenheid om een paar uurtjes per dag ergens een baas te mogen spelen, want dat lukt thuis niet altijd. Hè? Dat kan daar wel. Dat u doorwerkt. Ja, zo heeft doorwerken op hoge leeftijd ook zijn voordelen.